Welkom in de Maartsapotheek, de apotheek van de Sint Maartskliniek. Mijn naam is Bart van der Bemt en ik ben apotheker hier en al jaren gek van geneesmiddelen. Sommige mensen worden ook een beetje gek van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld het inslikken van een tablet, of het oogdruppelen, of het inhaleren. Mensen vinden dat vaak lastig. In dit filmpje kunt u hier meer over zien. De meeste mensen pakken een tablet, leggen deze op de tong en slikken de tablet dan door met water. Maar ze houden daarbij het hoofd achterover. Maar je kunt beter eerst een slok water nemen, dan de tablet op de tong leggen, weer een slok water nemen, maar deze niet inslikken, naar beneden kijken en de tablet dan wel doorslikken. Gaat u oogdruppelen, was dan eerst uw handen. En mocht u contactlenzen dragen, dan kunt u het beste die eerst uitdoen. Daarna maakt u met twee vingers een kuiltje van de onderste ooglidrand. De andere hand legt u op de hand. Daarna doet u één druppel in het oog en drukt u met één vinger de traanbuis dicht. Gebruikt u een poederinhalator, blaast dan uit naast de inhalator. Zet de inhalator tussen uw tanden, buig het hoofd achterover en zuig in een ferme teug het geneesmiddel uit het device. Houd daarna de adem 3 seconden in en blaas daarna uit. En spoel tenslotte de mond met water. Ik hoop dat deze tips u helpen bij het innemen van de geneesmiddelen. Heeft u nog vragen of heeft u nog tips? Vermeld hieronder bij de reacties. En ook ideeën voor nieuwe filmpjes zijn welkom. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet, geef geneesmiddelen een plaats in uw leven.